Dames en heren, de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk ruimte te scheppen om er in dialoog uit te komen. Deze stad is gebouwd op dialoog. Veel mensen zeggen hij is gebouwd op palen, which is true. Maar hij is ook gebouwd op schokdempers van, we kunnen wel wat hebben in de stad. Ik heb vanochtend de politie gebeld en die heeft mij een kort indruk gegeven van hoe zij erin zit, hoe zij erin aankijkt. Ik denk dat het uitging van het college van bestuur. Die gevraagd hadden of ik wou bemiddelen. En dat de studenten waren er ook toe bereid. Dus we hadden elkaar intensief gesproken. Als ik het zo zie van buitenaf, zijn er een aantal dingen gebeurd waardoor uiteindelijk de bezetting komt. En in die bezetting vervolgens ook een paar dingen die de-escalerend hebben gewerkt, maar escalerend hebben gewerkt. Over en weer, hè? De allereerste keer dat ze bij mij op de ambtswoning waren, het eerste uur, lag het mijlenver uit elkaar. En na twee keer praten lag het nog een meter van elkaar ten opzichte van die mijlen. Dus er was bewogen. Maar het is vanaf de eerste seconde iedereen duidelijk geweest. Als we er niet uitkomen, dan moet ik in mijn andere rol treden. Namelijk degene die vonnissen moet uit laten voeren door de politie en de deurwaarder. Dat moeten mensen zich ook zelf realiseren. Als iedereen, ik zal even geen naam noemen, het op het allerlaatste laat aankomen. Op een gegeven moment gaat het gewoon een keer mis. This is our Let your building. Come in. You don't listen. Don't you want a dialogue? If the mayor is looking, we can call this number. That number? Please. Er zaten overwegend hele redelijke mensen bij die precies dat deden wat ik, als ik zo oud geweest was en had gestudeerd, ook had gedaan. Maar er zaten er ook een paar bij die zeiden, ja, maar dit is een fascistoïde land met fascistoïde universiteitsbestuurders. En natuurlijk moeten die aftreden. En waar bemoeit die burgemeester zich mee? En you all believe in the rule of law. You talk about democracy. And democracy, you don't. Oh, no, oh. You don't believe go in now you move. Hey. Okay. Hey. I do. Als een groep die iets onderneemt zegt, okay, wij moeten dit democratisch doen. En wij vinden dat het pas democratisch gebeurt als iedereen meedoet, dus als er consensus is, dan schep je in feite een vetorecht voor de enkeling of de minderheid. En hier zag ik dat die meerderheid wel vond dat er een overeenkomst in zat. Ja, en als je dan een vetorecht hebt, dan helpt dat niet om toch uiteindelijk een compromis te vinden. Wat ik jammer vond, want ik heb beweging gezien, grote beweging. Ik weet niet of u weet, maar ik vertrok op vrijdagmiddag naar Zuid-Frankrijk. En toen was net dat kort geding aan de gang. En ik weet nog dat ik in Frankrijk landde en toen ik weer bereik had, ik zat daar in de bergen, dus ik had niet de hele tijd bereik. Toen had ik drie gemiste telefoontjes. Eentje van Jarmo, de door mij zeer gewaardeerde vertegenwoordiger, die ik het meeste zag. Vond ik echt een fantastische gozer. Eentje door Van Louise Gunning. En je weet, die heb ik ook heel hoog. En eentje van de loco-burgemeester, Keizer Ollengren. Ja, ik zat wel in Zuid-Frankrijk. En ik heb hen gevraagd, treed nu met elkaar in overleg, want het is zo zonde. Na al die weken niet ontruimen en proberen op praten tot een oplossing te vinden, dat het net op dat laatste weekend mis zou gaan. Op het plein, dus op het spui, heb ik dingen gezien waarvan ik denk, jammer dat het zo loopt. Er zijn wel schermutselingen geweest. Wat denk je, waarvoor denk je dat ik burgemeester ben? Toch om te proberen te voorkomen dat er in mijn stad ruzie is, laat staan schermutselingen. Dat is niet goed. Voor mij is eigenlijk de samenvatting van wat vind je nou achteraf van die Spinnenhuis, Bungehuis, Maagdenhuis, dan zeg ik, heel jammer dat mensen als Jarmo en mensen als Louise Gunning het uiteindelijk niet hebben kunnen oplossen. Dat had veel gebracht voor de studenten, voor de universiteit, voor de stad.